Wat is dat, dames en heren, jongens en meisjes? Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. En het voelt alweer als een eeuwigheid, maar we gaan weer voetballen. Althans, natuurlijk was er internationaal voetbal de afgelopen twee weken. Ik heb dat compleet gemist. Ik heb er niet naar gekeken. Boycott Qatar 2022. Ik ga echt absoluut niet kijken. Ik heb er niks mee. Dus, eindelijk weer voetbal. En het zal weer flink puzzelen gaan worden, want... je hebt het natuurlijk ongetwijfeld al gehoord. Daley Blind, zwaar geblesseerd. Die zal niet zijn opwachting gaan maken. Maar dan is er natuurlijk wel een uitdaging voor Erik ten Hag. En ik ga een poging wagen om tot een opstelling te komen. Waarin we best wel zouden kunnen gaan spelen vandaag. Range, denk ik op rechtsback. Alvarez zou achterin kunnen beginnen. Maar dan zou Kudus bijvoorbeeld op het middenveld starten. Ik verwacht echter dat hij met Schuurs gaat beginnen. Dan Martinez op de plek van Blind. Tagliafico. En Gravenberg zetten we hier links. Zetten we hier Alvarez. Alvarez, Gravenberg, Klaassen op het middenveld. Anthony rechtsbuiten. Brobbey in de spits. En Dusan Tadic links. En waarom Brobbey in de spits? Haller is positief getest op corona. En de kans is groot dat hij er deze wedstrijd nog niet bij is. Dus zet de Brobbey in de spits. Hij heeft een goede update gehad. Hij is nu 76. Ik zag dat Rentje ook een flinke update had gehad. 75 is hij nu. Was volgens mij daarvoor was het 65. Timber volgens mij hetzelfde gebleven met 72. Even kijken of we hier nog mensen van op de bank moeten zetten. Laten we Kleiber op de plek van Kotarski zetten. En dan zijn we er denk ik zo. En dan gaan we naar de wedstrijd. We spelen vandaag natuurlijk tegen SC Heerenveen. Hallo everyone and welcome. De ploeg die we al eerder dit seizoen hebben weten te verslaan. In dit stadion. Alleen was het toen voor de halve finale van de Champions League. I wish. De halve finale van de beker. En voor mij gaan we echt naar een hele mooie bekerfinale toe. Ajax tegen Vitesse en het leeft al behoorlijk in Arnhem, kan ik je zeggen. Ik zie overal posters hangen in de ramen van woonkamers en zo. Heel erg tof om te zien. En volgens mij was er zelfs nog een actie waarbij als je €5 hebt gedoneerd of zo, je best wel een grote vette vlag kreeg voor de bekerfinale. Tof om te zien. Ik kijk ernaar uit. 18 april is het zover, jongens. The manager will be looking for more of the same. We spelen hier natuurlijk in het Europese zwarte shirt. Dat zal vanmiddag absoluut niet het geval zijn. Ze zullen in een thuiswedstrijd spelen. Maar ik heb heel even voor deze gekozen. Zodat het iets duidelijker is om waar we naar kijken. Want hier in de game zullen we gewoon witte broekjes natuurlijk dan aan hebben. Terwijl in het echt dat ze de rode broekjes aantrekken. Om het verschil wat duidelijker aan te merken tussen de twee. Nou, laten we al die moeilijkheid uit de weg gaan en gewoon een zwart shirt kiezen. En dan gaan we beginnen. En ook voor mij voelt het een beetje wennen hoor. Ik heb de afgelopen twee weken geen FIFA gespeeld. Heel veel andere games gespeeld wel. Ondanks nog Miles Morales Spider-Man opnieuw uitgespeeld. Oeh, kijk, dit is een goede bal. Ai! Doe het! Ik wilde echt veel te mooi doen, zag je dat? Krijg je dat deksel op je neus. Spider-Man Miles Morales gewoon opnieuw uitgespeeld, maar er zijn ook nog andere games. Outriders, Kingdom Hearts voor de PC. Allemaal games waar ik me in heb gegraven. De nieuwe Outer Worlds DLC, Murder on Eridanos. Daar heb ik de eerste playthrough van online gezet. En ik heb de Next Gen patch gecheckt van Marvel's Avengers voor Xbox Series X. En die komt denk ik morgen online. Of in ieder geval zo snel mogelijk online. Hij is al opgenomen, hij is al geüpload in 4K. En zal zo snel mogelijk online komen. Good technique displayed. Ah nee, dit was echt een hele verkeerde move. Couldn't keep it. It'll be a throw. They had to clear it. Schoenmaker blijft bij je leest. Dat had ik veel beter kunnen doen. Ik heb trouwens, we hebben het er vaak over gehad. Maar dat natuurlijk Alvarez het fantastisch doet momenteel. Nou, en we hebben ook de oorzaak al aangewezen. Dat het was omdat hij zonder zijn vrouw en kinderen in Nederland moest verblijven. En ik las vandaag eindelijk waarom dat zo was. Ik had me er niet in verdiept. Maar voor ongehuwde stelletjes onder de 21 is er geen uitzondering of ze naar Nederland mogen komen. Oh,
En dus moesten zij telkens in Londen afspreken om elkaar te zien. Raar hoe dat werkt. Maar dat is hoe het is. Inmiddels is ze oud genoeg en woont ze samen bij Alvarez. En hij speelt de sterren van de hemel. Als we dat zo kunnen stellen. Dus wel blij mee. Corner kick played in. Not to be this time. Okay, we zijn dominant, we zijn aanvallend. Maar laten we kijken of we die dominantie ook kunnen omzetten in een doelpunt. En daar is hij. Brian Brobbey, de vervanger van Haller. Komt hier lekker bij de tweede paal de 0-1 binnen. En laten we hopen dat hij dat vanmiddag ook gaat doen. Goeie voorzet van Tadic. Krijgt te veel ruimte denk ik hier. En tijd nog goed, komt nog goed binnen. Ja, springt goed, timed goed. Mooi goal. Ajax 0-1. Al vroeg in de wedstrijd. Kijk, hoeveelste minuut is het? 15e minuut gescoord. Nou, knap. Schuurs keert dus terug in de basis. Wat ik al zei, had net zo goed ook Alvarez kunnen zijn als hij Kudus wil laten spelen. En Schuurs begint ook een beetje ongeduldig te worden. Kende natuurlijk een geweldige start van het seizoen. Leek nu echt doorgebroken te zijn. Maar is een plek weer kwijtgeraakt natuurlijk. Aan Timber. Die een reusachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ja, zeker. Lekker gespeeld dit hoor. Heerlijk gespeeld. Het gaat van een leien dakje zo. Dat was een appeltje uitje. Hey, Rens ziet er tegenwoordig. Heeft hij een facecam gekregen? Kijk, en Brobbey hoeft niet na te denken. Gewoon afdrukken. Ik kan altijd hem heerlijk binnen. 0-2. 20e minuut alweer. Well, a second goal for them here. Ik denk, ik zet hem op world class. Omdat ik weer even moet wennen. Na twee weekjes afwezigheid. I was wrong. Oké, we spreken gewoon voortaan af dat ik echt alleen nog maar legendary ga spelen. Pavel Bochniewicz. Maar Schuurs was ongeduldig. Had een gesprek met Den Haag aangevraagd, omdat hij het niet meer snapte. Begreep niet zo heel goed waarom Alvarez de voorkeur kreeg achterin, boven hem. En ja, wanneer je Alvarez ziet spelen... Ik denk het wel. Ik snap het wel. Alvarez doet het goed. En ook achterin deed hij het goed. En laten we ook heel eerlijk zijn, Schuurs. Je maakt veel fouten. Je maakt elke wedstrijd wel een fout. En die hoeven niet altijd cruciaal te zijn. Maar die kunnen wel cruciaal zijn. En wanneer je achterin staat, moet een team op je kunnen bouwen. En wanneer het fundament achterin niet goed staat, is het moeilijk om daar op te bouwen. The visitors are struggling with possession, really. And he's broken free. Denk het wel. Hey! Oh, ik deed te gehaast. Ik wil even één gallery play goal maken. Kom op, jongens. Dat kan toch wel. Dat moet toch wel lukken. In plaats van die laffe geplaatste balletjes. Maar ja, hij maakt nog te veel fouten. En dat ziet hij zelf ook. Hij vindt dat hij wat agressiviteit mist ten opzichte van een Alvarez. Zich af en toe een beetje te veel laat piepelen door zijn tegenstander. Nou, dat hebben we ook gezien. Die wedstrijd tegen Sparta thuis was ook erg pijnlijk. Kijk, wanneer het gebeurt tegen Atalanta. Oké, weet je, het mag ook niet gebeuren. Maar daar kan je nog wat van zeggen. Zeker omdat je slechts 21 jaar bent. Dan moet je ook snappen dat je niet op je topniveau nog speelt. En je nog veel te leren hebt. Maar tegen Sparta, als Ajax iets zijnde, mag dat gewoon niet meer gebeuren. Het zijn dingetjes waardoor we bijvoorbeeld vorig seizoen... We weten allemaal nog wel hoe hij zich liet wegzetten door Boadou in die uitwedstrijd tegen AZ. Waardoor we eigenlijk geen kampioen zijn geworden. Want ik weet zeker al dat Ajax meer punten gehad dan AZ. En dus niet alleen gescoorde doelpunten. Dan waren we gewoon als kampioen gekroond. Maar dat is niet gedaan, omdat AZ natuurlijk heel erg moeilijk deed. En die vonden dat zij
op basis van onderling resultaat Joost mag weten waarom. Recht vonden hebben dat ze kampioen zouden zijn. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik denk dat het absoluut heeft meegespeeld in de toewijzing van het kampioenschap. Waar er uiteindelijk voor geen kampioenschap is gekozen. Wat natuurlijk zonde is. Kijk, en zo kunnen dat soort kleine foutjes, althans dat soort foutjes, doordruppelen in een zwaarder negatief resultaat. En dat is gewoon erg jammer. Dat is erg jammer. Nou, ik denk dat we een hele goede eerste helft erop hebben zitten. 0-2. Ik had inmiddels wel verwacht, na die bliksemstart, dat we al wat meer doelpunten hadden gescoord. Had er ook zeker meer in gezeten. Maar laten we kijken wat we de tweede helft kunnen doen. Misschien even een wissel doorvoeren. Kudus erbij. En dan zet ik Gravenberg op de plek van Alvarez. En dan zet ik Alvarez achterin op de plek van Schuurs. En dan zet ik hier Kudus. Nee, wacht even. Draaien ze zo om. Wat ben ik nou aan het doen? Wat een draaimolen is dit. Maar zo gaan we spelen. Ik wil eigenlijk Idrissi zien, maar laten we kijken of we die later kunnen brengen. Dan gaan we het vooralsnog hiermee doen. Maar ja, de blessure van Blind. Erg kloten natuurlijk. Echt erg kloten. Blind is een dragende speler van het Ajax. Is absoluut een van de leiders. Een van de beste spelers ook. Was natuurlijk wat wisselvallig eerder, maar heeft zich weer volledig gepakt. Erg belangrijk. Doodzonde om te zien dat hij er dan zo uitvliegt tegen een haast een oeverpotje, zou je zeggen, tegen Gibraltar. Ze moeten in! Weet je, tegen zo'n ploeg in de wedstrijd die eigenlijk dan weer nergens meer over gaat. Want het werd uiteindelijk 7-0 geloof ik. Ja, daar heb je Blind niet per se bij nodig, maar... Dat ongeluk bestaat. Hij deed fantastisch achterin. Hij deed fantastisch op het middenveld. We hebben goede vervangers. Maar toch, hè, wanneer we dan straks die Europese wedstrijd ingaan. Zeker ook tegen AS Roma. En nogmaals, we willen de Europa League winnen. Dan is dat soort vertrouwen en ervaring wat je hebt in zo'n speler... Toch wel redelijk onmisbaar, want hey, Lisandro Martinez heeft zijn kans gepakt, heeft zich gerevangeerd, heeft zich in de basis gevochten. Allemaal terecht. Maar als je moet kiezen in de finale tussen Blind of een Martinez, ik kies toch eerder wat voor een Blind. Puur en alleen al door zijn ervaring. Het was een speler ongeveer de laatste tijd met de meeste onderscheppingen, de hoogste paasnauwkeurigheid. En ja, tuurlijk, er hebben ook drollen van wedstrijden bij gezeten. Maar over het geheel gezien is Blind dus echt een van de beste spelers. Die gaan we missen. Als alles goed gaat, ligt hij er 6 tot 7 weken uit. Dat betekent einde seizoen voor hem. Want het seizoen van Ajax, dat stopt op 16 mei. Dan zijn we klaar. Dan zijn we als het goed is kampioen. Staan we met de beker in onze hand. En hebben het hopelijk heel ver geschopt in de Europa League toernooi. Nogmaals, ik wil hem winnen. We kunnen hem winnen. Het verlies van Blind is zwaar. Maar we moeten niet onze ambities temperen. Ik denk dat we het kunnen. En ik denk dat we daar met 100% volle overtuiging voor moeten gaan. En als het dan lukt, dan hebben we echt een onvergetelijk jaar gehad. De Champions League viel wat tegen. Er komt een stukje pech bij kijken. Er komt ook een stukje pech bij kijken wat je een beetje over jezelf afroept, om heel eerlijk te zijn. Die wedstrijden tegen Liverpool zijn daar een goed voorbeeld van. De wedstrijd tegen Atalanta, de uitwedstrijd, is daar goed voor. En de thuiswedstrijd trouwens ook. Er zijn nog goede voorbeelden van. Nou, was je gewoon net niet goed genoeg. En die had je kunnen winnen. Ja, die had je moeten winnen. Je was de betere partij. Maar dat doe je niet. En dan kan je alleen maar eigenlijk jezelf kwalijk nemen. Maar het laat wel zien dat de potentie er wel degelijk zit. Tuurlijk, Liverpool kent een zwaar jaar. Maar Liverpool heeft nog steeds een leger aan topspelers. Een topcoach. Als je daarvan kan winnen. Of ze in ieder geval zo ontzettend moeilijk maakt. Dan kan je elke ploeg het moeilijk maken.
Heerenveen begint met wisselen dus. Heerenveen spelen een aantal oude Ajaxiden. Legends challenge. Zoals Siem de Jong en Lasse Schöne. Ik ben benieuwd of ze vandaag spelen. Ik heb niet in de gaten gehouden of ze überhaupt fit zijn of zo. Maar het zou leuk zijn om die jongens weer te zien. Kijk, Bobby maakt de ruimte hier. Ah, jongen. Ik wil hem terugleggen. Hij, wat loopt die lauwtjes, die 16 in. Doodzonde. Ja, 1-2 opzetten. Helaas. Helaas. Ja, die 1-2 is zo sterk daar, hè. Je moet een spits hebben met een hoge snelheid. En als je hem nog goed timed, verdedigen altijd kansloos. Ik moet trouwens nog een keertje, ik hoop dat ik dat binnenkort kan doen, een keertje een potje FIFA met mijn broertje opnemen. Mijn broertje en ik spelen best wel vaak FIFA tegen elkaar. Althans, niet vaak, maar als we een game tegen elkaar spelen, is het FIFA. En dat zijn zulke knotsgekke wedstrijden altijd. Soms win ik 9-0, soms verlies ik 4-0. Gaat helemaal nergens over. Dus het lijkt me leuk om dat een keertje voor YouTube op video te doen. Tegen elkaar. Mijn broertje, die-hard Vitessenaar, was vroeger voor Ajax. Maar heeft uiteindelijk in zijn leven gekozen voor Vitesse. Ja, ik ben altijd voor Ajax gebleven. Maar ik ben zo vaak met hem naar Vitesse ook toe geweest. Ik kom zelf uit Arnhem natuurlijk. Gelredome, letterlijk om de hoek bij mij. Ik woon er nog geen 5 minuten vandaan. Dus ik ben er redelijk vaak geweest, zelfs seizoenkaart gehad. Daar ging ik vroeger met mijn vader en mijn broertje. En dan in mijn eigen trainingspakje in het Gelredome zitten. We hebben niet een dank afgenomen. Nou ja, maakt niet uit. Ik was een klein kind. 8 jaar oud. Was ik 8 jaar oud? Kan dat? Nee, ik was niet 8 jaar oud. Ik was 10 jaar oud. Ik denk dat mijn broertje 8 jaar oud was. Gravenberg. Ja, dat was mooi. Really well played pass. Mooie tijden. Ik verlang weer naar tijden dat we in het stadion kunnen gaan zitten. Ik wil echt voor een seizoenkaart van Ajax inschrijven. Ik begrijp dat de wachtlijst erg lang is. Maar ik ben er nu wel van overtuigd na deze coronaperiode dat ik niks meer voor granted neem. En ik ga voor een seizoenkaart. Oké, laten we echt een typische Erik ten Hag wissel doen. Het is de 88ste minuut, geloof ik. Nou, Idrisi, laat me zien wat je in huis hebt. En Neres. Kijk. 89ste minuut. 90ste minuut zelfs. Ik kijk niet eens goed. Nou, Idrisi, laat het maar zien, jongen. Je laat het... je druk je stempel op de trainingen. Die voorzetten zijn zo lafjes af en toe, jongen. Ach. Je wil zo'n snelle, snijdende voorzet geven. Hoe doe je dat? Want je kan hem half laag gooien, je kan hem over de grond gooien, maar je kan niet zo'n voorzet erin driven. Zo'n hele snelle, harde voorzet. Of ik weet niet hoe het moet. Dus mocht jij het wel weten, let me know. Want die laffe voorzetjes, daar heb ik helemaal niks aan. Ah, jammer Idrisi. Je hebt het laten zien, je hebt het goed gedaan. Geen fouten gemaakt. Het publiek is het niet mee eens. Of misschien is dit het Friese volkslied. Ik heb geen idee. Maar dit was mijn meeste voorspelling. Van SC Heerenveen. Ajax. 0-3. Bobby de grote man. Aan de kant van Ajax. Scoort gelijk al vroeg in de wedstrijd 2 keer. En Tadic. Die rond hem af. En maakt een 0-3 van. Sorry jongens. Ik moest even een boertje laten. Dit was dus mijn meeste voorspelling. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan heel even dat duimpje omhoog achter. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je op dit kanaal. Ik zou je ontzettend dankbaar zijn. De meeste voorspelling. Ajax. SC Heerenveen. Ajax. 0-3. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.